Hard houden, hè. Toen ik begon te ruimmaks in de brouwerie. Ik heb nog geen drink. Mocht ik er nog drinken? Ze waren het woedje niet. Ze kwamen allemaal met twee handen hier en twee koffietjes op. Met de waarom? Toen heel raar was. Dat je nog op de dat je niet denken met maten. Ja, ja. En daar was dat zo? Daar woonde wel nog in dat? Ja, ik heb toen mijn chauffeur gezien. Toen de chauffeur was? Ja, dus de busje met je gedaan en zie je al wat terugster. Ja. Maar glas gereed, maar papier gereed, met je van alles, aluminium. Ja. Voor kluisje, ik wil gewoon bekend. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. En ja, ik heb toen naar mijn zoek gekregen. Ja, klopt. En ik heb er ook een aansporingje doorheen voor het boot te gaan. Ja, en dat is toen dat ze begonnen bij QB? Nee, ik heb eerst begonnen bij coördinatieboot. Ik heb ook 8 of 9 jaar gewerkt, totdat een boer ook onder de boom draaide. Ja. Oh, en ik had er nog niet gevonden. Dus wat hier een onderaanneming? Ja, ja. En dan zullen we zitten van boven. Onderdingen als praten met een keer, we hebben een leven tot u. Ja. Maar wat was dat in Herzien? Dat is een hele ding. Nog eentje in Herzien. Ja. Ik heb test van 2007. 13 jaar. Kijk, kijk, we gaan achter u. Na 14 maanden. Zou je hem dat even hij mocht dat meenemen naar Rus. Dat op dit is automatisch gebeurd, dat is hier niet voor iedereen dat we kunnen ook iets zijn dat doet uit het mens. En voilà, dat is ongelooflijk. Het zou waarschijnlijk zijn ook met uw limrad, ja, altijd die je in de hand had, ja, dat het u lukt om de bende die je samen te krijgen, zijn naar blijven. We zijn altijd heel tevreden geweest van u, Johan, omdat je eigenlijk altijd opgewekt aanwezig was. Opgewekt, maar ook eigenlijk van goede wil. Was. Het was nooit u iets te veel om te doen, om te vragen te maken. Dat is ik wow. Dat zijn ze gewoon. Als je de middelde pakt, dan doe je het. Dus kijk, dat is geapprecieerd. En daarom een kleine attentie van iedereen. En ta-da-da-da, nu komt er een of ander van die wijn en ladies. Ik heb hem niet.